Oké, waarschijnlijk is het echt de 10e keer dat ik het begin van mijn eerste vlog opneem. Maar ik weet niet echt hoe ik het moet gaan doen. Maar mijn idee was om vanaf nu alles wat ik doe elke dag vast te leggen op video. En dat door middel van te vloggen. Dus ik ben benieuwd. Het is vandaag zondag. Ik heb nog niet zo heel veel gedaan. En dat hoort ook niet op een zondag, vind ik. En ik ga maar eens beginnen met mijn kamer opruimen. Want dat moet ook gebeuren, helaas. Before... Oké, ik weet even niet zo goed wat ik moet zeggen, maar dit was mijn oude telefoon. Die deed het na een tijdje niet meer door alle scheuren die erin zaten en hoe vaak die was gevallen. Toen heb ik een nieuwe telefoon gekocht. Ik was net mijn bed aan het opmaken, mijn telefoon zit tussen de lakens. Ik schud mijn lakens op, mijn telefoon valt op de grond. En dit gebeurde. Dit kan zo erg mijn dag verzieken, dit niet te omschrijven. Ik zit echt al een kwartier verslagen op mijn bed. Omdat ik er zo van bouw. Maar hij viel niet eens hard. Hij viel gewoon zachtjes. En hij viel gewoon zacht. En hij is helemaal kapot. Ik word helemaal gek. Maar goed, laten we maar doorgaan met mijn kamer opruimen. Want dat was wat ik ging doen. Nou, ik ben weer een klein beetje bijgekomen van de schrik. Ik heb in ieder geval mijn kamer opgeruimd. En die ziet er nu een stuk beter uit. Dus dat is het enige wat... op dit moment even positief. Nee, oké, ik stel me aan. Het scherm is heel kut, alleen... ja, die dingen gebeuren nou eenmaal. Nou, het is iets over 6. Ik heb nog steeds geen rol uitgevoerd boven mijn kamer opgeruimd. En het is vandaag de laatste dag dat de parade in Amsterdam is. En daar wilde ik wel even heen, dus ik word zo opgehaald. En dan gaan we naar de parade. Ik ga me even klaarmaken. Ik heb even omgekleed en ik ben klaar. Wat ik aan heb is... het jasje is van de Fila's. Een zwart jasje, gewoon heel simpel. Trui is van Kenzo. Broek is van de H&M. En deze groentjes zijn ook van Kenzo. En ik ben klaar om te gaan. Als ik een koekje eet, eet ik dat omdat ik het lekker vind. En ik kan dan ook niet zo heel goed tegen mensen die komen met... ja, ik heb een oatmealkoekje en dit recept. En dan heb je zulke lekkere koekjes. Maar ze zijn gewoon hartstikke gezond. En er zit geen suiker in, geen kleurstoffen, bla bla bla. Leuk voor je. Maar ik eet een koekje als ik het lekker vind. Maar ik had laatst in een goodiebag zo'n chewy spice cranberry cookie van Donnie Craze gekregen. En dat zijn ook van die gezonde, organische, biologische bladibla koekjes. Deze zijn oprecht lekker. Dus dat het gezond is, boeit me niet zo. Maar het is echt heel lekker. Ik hou er nooit van om te moeten wachten op iemand. Omdat ik dan al heel snel de neiging heb om mijn outfit aan te passen. Ik heb een hele kleine aanpassing gemaakt. Ik heb een leren jasje aan van de H&M. In plaats van het jasje van de Fila. En ik neem deze gele kleurtje van de Zara mee. Omdat die matcht bij mijn trui. Yay! En hier altijd nog even een laatste outfit check. We hebben best lang volgehouden, het was hartstikke leuk. Ik ga zo mijn eerste vlog editen, ik ben benieuwd. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga lekker mijn bedje daarna. Dus slaap lekker!